zijn in totaal 4 appartementen. Dit is de gastenkamer. Dit is dan de gastenkamer. Nu komen we bij de spiegel. Ja, bij de spiegel die geen spiegel is. De muur is hier gewoon doorgebroken. Ja, je loopt nog samen. We zijn hier te gast bij Paul Kuipers. Paul Kuipers is lid van woongroep Overhoop. En hoe zijn jullie tot deze woongroep gekomen? Het is ontstaan uit een soort van, nou, mensen wonen hier allemaal in Utrecht en veel in Overweg. En ze zagen dat het niet zo goed ging met de wijk. En ze gingen steeds meer binnen met elkaar. En er kwamen een aantal vieringen. En er kwam eigenlijk gelijktijdig het idee om een woongroep te starten, zodat je ook echt midden in de buurt er met z'n allen kan zijn en dat je samen die gemeenschap kan vormen en ook iets voor de buurt kan betekenen. We zijn hier ingetrokken als woongroep. We mochten hier in van Metros. Het staat op de slotlijst. Maar tot die tijd kunnen we hier in blijven. Dus we hopen natuurlijk dat we toch kunnen blijven. Ja. Nee, maar die muren hebben we zelf doorgebroken. Dat mocht ook. Okay. Ja. Jullie woongroep heet Overhoop. Ja. Maar het is aan elkaar geschreven. Ja. Is dat bewust? Ja, dat is wel bewust. Het betekent, ik vond het zelf heel grappig toen ik het voor het eerst zag. Ik denk van, dat is wel een leuke woordspeling. En ik dacht van, het gaat natuurlijk over hoop. Maar toen zag ik later pas, het is aan elkaar geschreven, een hoop met een grote H. Nou, dat is de hoop die we hebben in Christus. Maar toen begon ik ook te zien van, het is overhoop. Dus het ligt overhoop. Nou is het niet altijd een chaos hier, maar het is wel, ja, je weet niet altijd wat de dag brengt. Ja, we houden heel erg van oude stijl, ja, zeg maar, qua meubeltjes. En er zijn wat creatievelingen hier in huis die schilderijen maken, dus dat verleeft dus ook wel weer. En de piano van de lage tonen, wat vals zijn, maar goed. Dat geeft van me niet. En gitaarspelen. En hier eten jullie dan? Hier eten we dan, ja. Iedereen is hier welkom. En dan kan het wel eens een chaos van mensen zijn. En met eat and greet hebben we wel eens gehad dat er 50 of 60 mensen waren. En dan denk je van, nou, het is eigenlijk net genoeg eten. Niet verwacht dat we zoveel eten hadden. En er is net genoeg plek en dat iedereen net kan zitten nog. En dan denk je, ja, het ligt wel een beetje overhoop. Hebben jullie ook een voortuintje? Hebben jullie dat zelf aangelegd? Ja, dat is zelf aangelegd. Ja. 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 Dat is ook het leuke met 11 mensen. De ene vindt het leuk om een tuintje te werken en de andere vindt. Ja, iedereen doet wel iets in de buurt. De een leest voor en de ander die zit in een comité. En ik voetbal dan nog samen met Frank voetbalden wij met de kinderen in de buurt. Gaan jullie ook met z'n allen naar dezelfde kerk of heeft... We hebben een paar dezelfde kerk, een paar weer een andere kerk. Ja, zelf ga ik naar een evangelische leefgemeente, een heel kleintje, in Doorn. En anderen die gaan weer naar de gereformeerde of sommigen gaan naar de nieuwe kerk. Eentje, de vrijgemaakte kerk, volgens mij hervormt ook iemand die... er zitten allerlei wortels door elkaar heen, maar dat maakt helemaal niet uit. Want dat merken ze dat elkaar heel erg versterkt. En iedereen heeft zo zijn accenten. En daardoor hou je elkaar ook wel scherp. Dus ik vind het zelf heel fijn. Ja. Hier moet je goedheid en je vrede meenemen, zeg maar. Daar gaat het vooral om. En dat is natuurlijk mooi dat je in de kerk hoort. Maar je merkt wel dat het toch invloed heeft. En dat het soms heel klein kan zijn. Dat je mensen op een andere manier benadert dan ze misschien gewend zijn. Van, hey, ga toch weg en schop niet zoveel onrust. En soms zijn we ook nog wel eens bang. Wanneer bijvoorbeeld? Ze zijn wel eens in een andere boutique geweest. En dan een van de huisgenoten ging ze omheen staan. En daar wilden ze van alles van en zo. En op dat moment ben je natuurlijk wel bang. Maar goed, op een of andere manier moet je er toch nadenken. Hoe doen we nou het antwoord? Doen we nou op de manier van Geert Wilders, om het zo maar te zeggen, meer politie op straat om maar meer veiligheid te creëren? Of gaan we zelf nadenken van hoe kunnen we die mensen nou, die kinderen dan... op een andere manier benaderen, wat meer vrede bewerkstelligt. Ja. Ik vind het wel fijn om in een samenleving waarin zoveel alleen wordt gewoond, om dan toch te zeggen, we willen gewoon samen wonen en
mensen uitnodigen om bij ons te komen en zo zeg maar een ander leven te laten zien. Van die idee, dat blijft wel, want ik weet niet hoe jij die speelt.